Hallo en welkom bij deze nieuwe video over SketchUp, waarin ik je wat wil vertellen over punten in SketchUp. Want je weet misschien dat je met de Move tool, de verplaatstool, kan je heel veel dingen los verplaatsen. Als ik deze lijn pak en ik pak dan de Move tool, dan kan ik die lijn omhoog en naar beneden verplaatsen. Zelfs naar voor of naar achter en naar rechts en naar links. Je krijgt niet altijd de mooiste vormen, maar het werkt wel. Ook als ik hier bijvoorbeeld zou zeggen, joh, ik wil deze lijn omhoog hebben. Ik pak de Move tool en ik stijg en dan krijg ik dit. Er zijn heel veel onderdelen die je makkelijk kan voorselecteren en dan vervolgens kan wegtrekken of kan uitrekken met de Move tool. Maar dat werkt niet met dit punt hier, want een punt valt niet vooraf te selecteren. Wat moet je doen? Je pakt de Move tool. Nee, je wacht even. Je gaat naar de spatiebalk. Je klikt op een plek waar niets aanwezig is en dan pak je de Move tool. Als je dat dan doet, klik je hier op dit punt en dan zie je dat je dat punt kan verplaatsen. Waardoor dus ook je vorm verandert. Ik heb hier nu een aantal meer lijnen die bij elkaar komen. Ook dat punt kan ik pakken. Ik kan hem bijvoorbeeld naar voor en naar achter zetten. Dus meerdere vormen verplaatsen, klik ze aan en ga ermee aan de slag. Alleen een punt verplaatsen, duw op de spatiebalk, dan de M van spatiebalk. Klik ergens waar niets staat, dus om alles te deselecteren. Pak dan de M van Move en dan kan je gaan verplaatsen. Ik hoop dat dit helpt. Een stukje extra kennis, altijd leuk. Mijn naam is Maarten van Sketch Expert. We geven training, zowel online als offline. En we leveren licenties uit, doen nog veel meer. Dus like even deze video, zou ik heel leuk vinden. En meld je aan, dan komen er andere video's ook in je favoriete lijst te staan. Succes met SketchUp, heel veel plezier en graag tot de volgende video. Doeg!